Wat betekent vrijheid voor mij? Wanneer stond jouw vrijheid op het spel? Welke vrijheid zou moeten worden afgeschaft? En waarom? Wanneer voel je je echt vrij? Hartelijk welkom allemaal. Ik geef heel graag met heel erg veel plezier het woord aan Ingrid van Engelshoven. Een warm applaus. Wie van jullie kent het verhaal van Carrie Oelrijk? Er werd van alles verboden voor haar. Hele, alledaagse dingen. En op een gegeven moment mocht ze niet eens meer naar haar eigen school. Maar de geschiedenis herhaalt zich nooit precies op diezelfde manier. En dat is ook precies de reden dat ik vandaag hier bij jullie ben. Om te bespreken wat we met z'n allen kunnen doen. Om te voorkomen dat die vrijheid in hele kleine stukjes verdwijnt. Ik ben zelf homoseksueel en ik ben eigenlijk op vrij korte termijn best wel bang dat ik straks niet meer mezelf kan zijn. Dat heeft te maken met een beperking van onze vrijheid in verband met de studiefinanciering. Omdat dat... Hi, ik ben Romane van de Ven en ik had voor u de vraag: waar ligt de grens van veiligheid naar vrijheid? En de enige manier om op een goede manier met dat soort vooroordelen die we vaak onbewust hebben uit de wereld te helpen, is om het ter sprake te blijven brengen.